Maar er zijn ook dingen waar we blij van worden. En een van die dingen is natuurlijk ook het voetballen die de mensen blij heeft gemaakt. Maar ook die, wat ik zeg ook, waar we trots op mogen zijn, is dat wij het groenste land zijn van de wereld. En het groenste land van de wereld is iets wat je moet uitspreken. Is iets wat gezegd mag worden. En dat is iets wat heel speciaal is. Het is iets dat we uit het niets naar een top van de wereld kunnen gaan met de sport. Maar ook kunnen laten zien hoe mooi ons land is. En hoe groot we kunnen zijn. En hoe belangrijk we zijn in de wereld. Want wij zijn de longen van de wereld. En dat moet behouden worden. Het is heel belangrijk gegeven dat Suriname belangrijker is dan men denkt. En daarom moeten we er heel zorgvuldig mee omgaan. En we moeten beseffen wat we hebben. Niet alleen wij hier, maar iedereen buiten. En buiten Suriname ook. Dus ik ben ambassadeur van het project. En we gaan de kaart aantrekken om Suriname. Als ik geen boschoon ben, maar in ieder geval het bos de wereld door te laten gaan. Zodat Suriname de kaart komt te staan. Met het in ieder geval 93% bosbedekking. Top.